Goedemorgen, hier Femke van Kuik met weer een diamanten boodschap. En als dit de eerste keer is dat jij deze videoboodschap ziet, zal ik even uitleggen wat de bedoeling is. Je kiest een kleur op basis van je gevoel. En dat kan zijn dat het je in negatieve zin trekt of in positieve zin, dat het je juist heel erg aanspreekt. Daarin zit geen verkeerdheid, dus kies puur op basis van je gevoel. En je zal erachter komen dat je gevoel je naar die boodschap leidt. Want achter elke diamant hoort een boodschap. En het is dus geen toeval dat je nu vandaag die boodschap te horen krijgt. Om je bewustzijn te openen en je inzicht te geven in het grotere geheel van jouw leven op aarde. En laten we beginnen met paars. En paars is de kleur in deze context om je te vertellen dat je de gehechtheid aan pijn los mag laten. En wat is dat nou precies, gehechtheid aan pijn? Heel veel van ons hebben heel veel pijnlijke gebeurtenissen ervaren in ons leven. En wat er vaak gebeurt na een extreme hoeveelheid pijn, of een depressie, burn-out, overlijden of andere heftige zaken zijn, dan gaan wij ons afvragen wat de zin van ons leven is. En vaak ook staan we open voor wat is eigenlijk de rol van ons leven in ons leven op aarde. En op het moment dat wij vragen stellen onbewust van dit kan toch niet ons leven zijn of wat is er eigenlijk de bedoeling. En soms komt er dan ook die gedachte eraan, nou als het zo gaat dan hoeft het voor mij eigenlijk niet. Dat zijn de sleutelgebeurtenissen voor het openen van jouw bewustzijn. Voor het starten van het spiritueel ontwaken. Waarin je er eigenlijk achter komt dat er meer is tussen hemel en aarde. En je langzamerhand het grotere plaatje van jouw leven gaat zien. En ook de rol die jij speelt in jouw leven. Nu terug even naar die gehechtheid aan pijn. En pijn is verslavend. Of in die zin ook de gehechtheid aan pijn. En het loslaten ervan is vaak nog moeilijker dan je zou beseffen. Dat komt omdat als je altijd in pijnlijke gebeurtenissen verzeild raakt, je eigenlijk je heel goed daarin kunt manoeuvreren. En dat is ook vaak een illusie, dat je denkt dat je helemaal niet krachtig bent en dat je het allemaal niet aan kunt. Maar je kijkt dit filmpje, dus dat is dé bevestiging dat jij al die pijnlijke gebeurtenissen gewoon aan hebt gekund. En dat jij er nog bent. En je kunt dus ook voor kiezen om de gehechtheid aan pijn los te laten. Wat wil beseffen, is je wil doen laten beseffen, is dat jij de leider bent. En dat jij als het ware pijnlijke situaties aantrekt. En op het moment dat je dat gaat zien en gaat realiseren, kun je dat ook direct een halt toeroepen. Dan kun je ook zeggen van, ik ben klaar met die pijn. En wat kan ik nu anders kiezen? He? En als de pijn in je lichaam bijvoorbeeld plaatsvindt, kun je aan je lichaam vragen, lichaam, wat wil je mij vertellen? Als de pijn in relaties plaatsvindt, kun je vragen gaan stellen over je relaties. Van welke keuze kan ik in deze relatie maken? En dat soort vragen openen je bewustzijn en open je ook een bewustzijn voor het grotere. En je mag je dus door deze paarse diamant realiseren dat jij aan leiding staat van je leven. En door af te willen komen van de pijn in je leven, zal je een keuze moeten maken. En om je bewust te maken welke keuze kan maken, stel je de vraag. De gele diamant. En die staat voor het reinigen van je lichaam. En steeds vaker komen er berichtgevingen in de openheid dat bepaalde voedingsmiddelen niet goed voor ons zijn. Dat ze bewerkt zijn, dat ze chemisch zijn. En heel vaak is een bijverschijnsel van het spiritueel ontwaken, is dat je je bewust wordt dat je lichaam niet zo goed meer tegen bepaalde voedingsmiddelen kunt. Omdat sommige stoffen ervoor zorgen dat je juist je bewustzijn dempt en dat je juist het ontwaken remt. En dat reinigen van je lichaam wil je vertellen om eens bewust te zijn wat je eet en wat de reden is dat je het eet. En heel veel voedingsmiddelen nemen we tot ons om ons bewustzijn te dempen. En een leuke uitdaging is eens om eens te gaan vragen aan je lichaam wat het wil eten.
En er is namelijk een verschil tussen jou en je lichaam. En je lichaam kan wel eens hele andere voedingsmiddelen prettig vinden en lekker vinden. En dat kan in sommige gevallen zijn dat er wel eens een glas cola uitkomt of iets anders. En het voordeel van vragen stellen aan je lichaam, wat wil jij eten, is dat je een relatie opbouwt met jouw lichaam. Wat er weer voor zorgt dat jij je lichaam als instrument in kunt zetten. Want ook je lichaam is een instrument die je in kunt zetten om vragen aan te stellen. En om eigenlijk de leiding te geven. Want jouw lichaam staat los van jou. En jij kan super trek hebben in een reep chocola. Maar je lichaam kan wel heel graag komkommer willen. Of misschien een boterham met kaas. Vraag je lichaam eens. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat het jou op gaat leveren. En dit is ook een waardevolle truc om je lichaam de leiding te laten nemen. En dit kan er zelfs voor zorgen dat je gewicht gaat verliezen. Omdat je lichaam aangeeft wat het nodig heeft en jij niet degene bent die beslist en bepaalt. Dus dat is iets leuks om deze week mee aan de slag te gaan. En tot slot, Pruisisch blauw. En blauw staat over het algemeen voor transformatie. En ook deze blauwe kleur heeft een transformatieboodschap in zich. En als je in het midden van een transformatie zit, dan is het heel erg moeilijk. Er gebeurt van alles om je heen. En eigenlijk kun je alleen maar het zijn gang laten gaan. Op het moment dat je in een transformatie controle wil krijgen, zal je merken dat het juist averechts werkt. En als je zelf ook veel blauwe kleuren draagt, bijvoorbeeld, wil jou dat vertellen dat je in een transformatie zit. Als je voor de kledingkast staat en je denkt, ja, ik voel me vandaag heel erg aangetrokken tot blauw. Het mooie is, na zo'n transformatie, als alles weer is gaan liggen en de shifts zijn gemaakt, en dan word je je bewust, dan is je bewustzijn eigenlijk vergroot. En word je ook weer bewust. En deze Pruisische blauwe diamant wil je ook vertellen dat jij over talenten beschikt waar je niet zo bewust van was. En die talenten die komen nu bovendrijven. En daar mag je bewust worden van deze week. Welke talenten komen er boven en willen jou eigenlijk vertellen dat er een nieuwe fase in je leven aankomt. Want die talenten komen namelijk niet voor niets massaal boven gedreven. Want het is de bedoeling dat wij die talenten gaan gebruiken. En dan heb ik het met name over spirituele talenten. Dus readen, healen, coachen, met edelstenen werken. Sommige mensen zijn heel goed. Ik kom even niet op. Je hebt zoveel spirituele talenten. Maar wees je er even bewust van. Praten met overleden dierbaren bijvoorbeeld is er ook eentje. Welk talent komt naar de bovenkant gedreven? En welke mag je omarmen en neergaan zetten in 2017? Ik dank je hartelijk voor het bekijken van deze boodschap. Volgende week is er weer een boodschap. En ik wens je een hele fijne week.